Vanwege een roddel over het gebruik van illegale dieetpillen, stapt Samantha Steenwijk op hoge poten naar de rechter. Hoewel Yvonne het berichtje allang heeft gerectificeerd, maakt Samantha er alsnog een heel circus van, ze wil namelijk een ander soort rectificatie en €5000. Vriend en vijand is het erover eens, ze heeft gewoon heel lange tenen. Hoewel Yvonne het aanvankelijk jammer vond dat uitgerekend een B-ster voor haar eerste kort geding zorgt, begint ze er nu toch wel zin in te krijgen. De showbiz hyena heeft namelijk het werk van haar advocaten ingezien en vindt het om te gieren. Er zit vrijdag juice aan te komen, kondigt ze aan. Yvonne op haar Juice-kanaal, aanstaande vrijdag om 10:30 ochtends dient het kort geding wat Beyoncé Steenwijk tegen mij heeft aangespannen. Ik zal daarbij ook aanwezig zijn. Ik heb net voor het eerst de pleitnota gelezen waar mijn advocaten aan hebben gewerkt en ik ga helemaal stuk want er zit gewoon juice in verwerkt, tranen van geluk hilaar. Zo'n kort geding mag dan wel wat kosten, maar Yvonne scoort er tegelijkertijd ook veel publiciteit mee. Bovendien kan ze nu een hele video aan de zaak wijden. Dit wordt wel een kort geding, Yves Style hahaha. Na vrijdag zal ik dit gaan bespreken in een video en vertellen hoe het is gegaan. Overigens wordt Yvonne inmiddels gesteund door Roddelpraat, dat nu ook beweert dat Samantha illegale dieetpillen heeft gebruikt. Presentator Jan Roos gelooft namelijk, net als Yvonne en Jeroen van der Boom, niets van Samantha's verklaring voor haar plotselinge gewichtsverlies van 22 kilo. Zij zegt zelf dat dat door paardrijden komt. Jan steunt Yvonne. Als je onze Yves aanvalt, val je ook ons aan. Want wij hebben met La Coldeweyer een soort NAVO opgericht. Een aanval op één is een aanval op ons allen. En als jij denkt dat je afvalt van paardrijden, ben je niet goed snik. Dus wij denken dat Yvonne gelijk heeft. En zo niet dan toch. Want een kort geding om zoiets doms is wel heel sneu, schrijft hij. Yvonne, hahaha, zo lief. De roddel NAVO. Ondertussen stroomt ook Samantha's eigen Instagram-pagina vol met kritiek. Sorry Samantha, ik vond je tot een paar maanden terug een topwijf. Niet alleen gewicht verloren, ook de leukigheid. Leer incasseren, jij deelt ook je gal over anderen achter de roddeldesk. Zegt heel veel over je, echt super triest, zegt Wil bijvoorbeeld. En Brenda, haha zo stom om een rechtszaak aan te spannen. Iedereen was het alle aan weer vergeten en nu? Samantha dieetpil tranen van geluk, ik weet op zeker dat het geen ding had geworden, als je er geen aandacht aan had besteed. Oh.